Bahrein Victorious. Dicht bij de finish in de laatste honderden meters. Er zijn ook nog met vier. En mij lijkt het dat Buitrago daar aan de leiding rijdt. Met Caruso. En ze gaan onder de tijd van Equipo Kern Pharma. Dus beste tijd voor Bahrein Victorious. 15.09 en 17e. Beste tijd aan het tussenpunt voor Jumbo-Visma. 12 seconden sneller dan EF Education. 7 minuten en 5 seconden. Hey, ze liggen op schema. Roglic gaat moeten rijden tot aan de streep. Hij zal moeten rijden tot aan de streep. En Bouwman moet roepen, hè, als dat niet meer kan. Ze kunnen onder de tijd van Bahrein Victorious duiken. Walter snijdt als eerste de laatste bocht aan. Roglic neemt Bouwman nog mee op sleeptouw. Maar Roglic moet ten eerste over de streep komen. Hè. Normaal gezien. Gaat dat niet doen. Niet overkomen. Het is Walter. 14.38. Snelste tijd voor Jumbo-Visma. Meer dan een half minuut sneller dan de beste tijd tot nu toe. Roglic met wat woorden voor Koen Bouwman. Er kan nog wel een grapje vanaf de Sloveen. Zo van te zeggen, ging het niet goed, man, vandaag? De ploeg van Movistar was aan het tussenpunt, maar 1 seconde trager dan Jumbo-Visma daarnet. Dus het zal afhangen van hun deel 2. De laatste ploeg die van start gaat. Met daar centraal de leider in deze ronde van Burgos. Juan Sebastian Molano. En links, uiterst links, Adam Yates. De kopman voor deze ronde van Burgos bij UAE. Dus wel maar 1,2 km niet meer. Hè? Luis Guillermo Mas Bonet. Stel je voor dat die mannen Jumbo kloppen. Het zou een straffe stoot zijn. Met z'n vieren de slotkilometer in. Nou, die zijn goed bezig, hè, Movistar. Maar ze gaan net niet aan de tijd van Jumbo-Visma komen. Het zal niet lukken. Toch wel wat verval in deel 2. Ze dus waren 1 seconde trager aan het tussenpunt. Gaan ze nog net onder die 15 seconden blijven? Daar lijkt 15 minuten blijven, daar lijkt het wel op. 14.57.9 voor Movistar en voorlopig de tweede tijd. Ze gaan boven het kwartier uitkomen. Hadden best nog wel een heel degelijke tussentijd. Maar aan de finish dus een half minuut toegegeven ten opzichte van Jumbo-Visma. De tijd wordt bepaald door de zwakste, hè, in de ploegentijdrit. En dat wordt pijnlijk duidelijk op dit beeld. Ja, het is op, hè. Het is echt op. En als het vat af is, Frank, geraakt het niet meer bijgevuld. Op groot verzet, kijk, ik kom nog in het wiel terug. En dus wint Jumbo-Visma de ploegentijdrit in deze ronde van Burgos. Ja. En niet UAE. Het zag er goed uit onderweg. Maar de slotfase was er te veel aan voor de mannen uit de Emiraten. Voor de ploeg uit de Emiraten.
Yates, Gibbons, Vine en George Bennett zijn de vier die voor de tijd van UAE gaan zorgen. En ze komen uiteindelijk nog uit boven het kwartier. Jumbo-Visma klopt Movistar 19 seconden sneller. Bora op 3, dan Bahrein Victorious, UAE uiteindelijk 5e. IF Education op 6, dan Equipo Kern Pharma, dat zich toch mooi geplaatst heeft in die top 10 als pro-continentale formatie. Dan Astana, Q36.5 op 9 en Burgos BHC sluit de top 10.